Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Magische Momenten podcast. Ik ben Dolly en ik heb weer een heel fijne meditatie voor je vandaag. Dus ga er lekker voor zitten. Mocht je deze meditatie fijn vinden, laat dan zeker even een review voor me achter. Heel fijn om te lezen en helpt mij ook weer om meer mensen te bereiken. Dus vergeet dat niet te doen dadelijk als we klaar zijn. En voor nu, ga er lekker voor zitten of liggen. Want het leuke is, je kan ook liggend mediteren. Het is belangrijk bij meditatie dat je open staat. Dat je zonder oordeel kan kijken naar wat je tegenkomt. En dat je wakker blijft. Behalve als je meditatie gebruikt om in slaap te vallen. En dan mag je natuurlijk gewoon lekker in slaap vallen. Dus kijk vooral wat het doel is voor jou vandaag. Of je meer helderheid wil, meer rust wil. Of misschien dat je gewoon lekker in slaap wil vallen. Als je een fijne positie hebt gevonden, sluit dan rustig je ogen. Breng je aandacht naar jezelf. Hoe fijn om een moment te nemen om even helemaal bij jezelf aanwezig te zijn. Even alle noise van buiten te laten en in te tunen op jezelf. Breng je aandacht naar je ademhaling die automatisch in en uit je lichaam beweegt. Je hoeft daar niks aan te veranderen. Blijf even zo in stilte zitten en neem waar wat je voelt in je lichaam. Wat we vandaag gaan doen is wel iets bijzonders. We gaan namelijk kijken wat er gebeurt als we meer bewust zijn van de gevoelens in onze buik. Je buik, misschien ben je daar ook wel bewust van, daar zitten heel veel gevoelens. En in ons dagelijks leven onderdrukken we die vaak, omdat het niet handig is, omdat we het niet professioneel vinden, of omdat het een gewoonte is geworden. Meditatie is een perfecte tool eigenlijk om weer contact te krijgen met de gevoelens in je buik, die daar natuurlijk niet voor niks zitten. Die willen gevoeld worden. Die hebben je soms wat te zeggen. Door onze aandacht naar onze buik en al die gevoelens te brengen, ontstaat er ook minder druk. Je hoeft niet meer te onderdrukken, dus er stroomt meer door. En dat kun je ook echt merken aan je energie na de meditatie. Wat je mag doen is je aandacht brengen naar je buik. Ondertussen kun je goed voelen hoe je voeten naast elkaar op de grond staan als je zit. Of hoe je lichaam wordt ondersteund door de ondergrond als je ligt. En je brengt je aandacht naar je buik. Kijk maar wat er gebeurt. Zonder dat je daar iets geks voor hoeft te doen, wat er gewoon natuurlijkerwijs gebeurt als je met je aandacht naar je buik gaat. De kans is groot dat je dan meer gaat voelen in je buik. Je brengt echt bewustzijn, bewuste aandacht naar dat deel van je lichaam. Je ademt daar rustig naartoe. En wat je je voor mag stellen is dat bij elke inademing je iets van aandacht naar je buik brengt. Meer bewustzijn naar je buikgebied. En bij elke uitademing dat er iets van spanning uit je vloeit. En doordat die spanning uit je vloeit, komt er meer ruimte, komt er meer aandacht. En bij die inademing breng je dan ook heel bewust aandacht naar je buik. Dus bij de inademing aandacht naar je buik en bij de uitademing iets van spanning loslaten. Kijk of je
aanwezig kan zijn bij die gevoelens in je buik, puur op fysiek niveau. En neem rustig waar wat je tegenkomt. Misschien is het heel rustig. Vind je het fijn om daarbij aanwezig te zijn? Kan er ook zo zijn dat het intens voelt of dat er dingen een beetje meer ruimte krijgen die je weg hebt gestopt? Kijk dan of je zonder oordeel ook daar gewoon bij kan zijn. Je hoeft er niet een verhaal van te maken, je hoeft er ook niet over na te denken. Als er gedachten komen, laat je die weer rustig voorbij drijven en keer je terug met je bewustzijn en je aandacht naar je buik. En dan neem je waar zonder oordeel en misschien zelfs met iets van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is een hele fijne basishouding in meditatie. Nieuwsgierig naar wat je tegenkomt, wat je voelt. Neem waar wat er gebeurt. Misschien wordt het gevoel wat intenser. Misschien wordt het lichter. Misschien voel je ook wel dat het echt iets met je doet. Dat is helemaal oké. Je blijft rustig bij jezelf en die gevoelens aanwezig. Zo blijven we nog heel even in stilte daarbij. Adem rustig door, zet niks vast. Dan kom je heel rustig weer terug met je aandacht naar het hier en nu, in de ruimte waar je nu zit of ligt. Op je eigen tempo kun je je ogen weer open doen. Even om je heen kijken, weer oriënteren op de ruimte waar je zit. En dan is dit het einde van de meditatie. Wat ik je mee wil geven is, doe dit vaker. Maak vaker contact met je buik. Voel die gevoelens, onderdruk ze niet. En neem af en toe zo'n moment voor jezelf. Het lucht op, laat je energie weer stromen. Dus neem de effecten vandaag maar waar. Vond je het een fijne meditatie? Laat het me weten, geef me een review. En ik zie je heel graag de volgende aflevering van de Magische Momenten podcast.